Ja, Ruud Brood. Wat een verhaal was het deze wedstrijd. Hoe snel moet je het eigenlijk vergeten, zo'n wedstrijd? Nou, die moet je morgen eigenlijk wel kwijt zijn. Omdat daar kun je het nog wel over hebben. Hè. We hebben een nabespreking. Maar dan moet je wel weer snel doorschakelen. Ik denk dat we allemaal wel hebben kunnen zien hoe die wedstrijd is verlopen. En het enige positieve is dan uiteindelijk wel dat je doorbekert. Maar het geeft wel stof tot nadenken, ja. En de vraag is altijd, hoe komt dat na zo'n mooie wedstrijd tegen Emmen? En waarom gaat het dan opeens vanavond wat minder? Ja, je zoekt factoren. Ik ben nooit een trainer om te verschuilen in excuses. Hoe staan we er fysiek op? Hè? We hebben tegen Emmen met 10 man gespeeld, 40 minuten. Maar ik had niet het idee dat men heel erg vermoeid was. Ga je de wedstrijd bekijken en je komt 1-0 voor, dan moet je vlak daarna ook 2-0 maken. Althans net voor de 1-1. Ik denk dat we niet goed in de wedstrijd zaten, heel slordig. Ondanks dat je nog niet veel weggaf. Ja, gaandeweg ga je dan nog veel meer fouten maken, ook in balbezit. En dan help je Ajax amateurs natuurlijk wel. En als zij dan zo'n goal mogen maken, want als je ziet hoe we dat hebben gedaan. Ja, dat geldt eigenlijk ook voor de 2-1. Dus dat was wel slecht. Heeft het ook te maken met de ambiance, waar de spelers dan misschien een beetje in meegaan? Het was niet heel veel gezelligheid en sfeer hier vanavond tot de toekomst. Nee, maar daarom moet je wel dat je af kunnen sluiten. Dat zijn die bekerwedstrijden. Hetzelfde geld speel je ergens anders bij amateurs. Is het wat drukker. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je geconcentreerd vanuit je taken speelt. En dan met de juiste beleving. Nou, dan creëer je ook de mogelijkheden. En dan moet je dat zakelijk doen. Dat hebben we niet gedaan. En zeker de eerste helft niet. En ja, dat vertaalt zich verder in de tweede helft. Nou, in de verlenging moet je dan ook nog eens met Sjoerdars die amper kon lopen. Moet je verder. Maar dat zijn geen excuses. Ik vind dat je als het tegen zit, moet je juist laten zien. Moet je juist tonen dat je daar goed mee kan omgaan. En niet zoals die 2-1 die zeg maar voor Ajax viel. En dan mogen we blij zijn dat Ali Reza een mooie vrije trap binnenschiet. En hoe verder word je boos op je spelersgroep, ondanks de eerdere successen, dat er nu opeens een domper is? Word je dan boos of zeg je van, oh ja jongens, het kan gebeuren, we kijken weer vooruit en zand erover gelijk? Nee, want je wordt wel wat grijzer van zo'n wedstrijd. Je ziet het aankomen. We zaten nog op de bank zelfs bij de balverlies van, nou dan zal je zien, gaat hij nog in. Bleek ook wel bij de 1-1. En daar word je natuurlijk boos om, want je wil juist niet de verrassing worden van de avond. Hè. Er zijn er vanavond weer een aantal verrast, denk ik, betaald voetbalorganisaties. Dat wil je niet worden. En ja, daar zag het wel heel erg naar uit. En daar zal je het ook wel over hebben. Het is niet zo dat we, hè, daar horen we allemaal bij, dus ik ook. Dat we ook wel moeten kunnen analyseren, nou oké, dit maak je mee. Hoe gaan we daarmee om en hoe gaan we verder? Want we hebben natuurlijk ook wel laten zien dat we wel goed kunnen voetballen. Jullie zijn door met de beker. Wat ik me nog wel afvroeg, Sjoerd Ars was heel erg geblesseerd, ook in de verlenging. Heb je erover nagedacht om gewoon definitief naar de kant te halen? Want van veel toegevoegde waarde had hij natuurlijk niet meer in het veld. Nee, ja, of hij nou het team minder wegliep, hè, mijn eigen team of de tegenpartij. Maar ik heb hem gewoon geposteerd een beetje aan de zijkant. En met Ali Reza uiteindelijk toch centraal, of Libombe, een van de twee, redelijk snel. Nou, dat heb je ook kunnen zien, want bij de vrije trap 2-2, daar zat Ali heel dichtbij. Nee, ik heb niet overwogen, omdat hij ook nog aangaf, het is een beetje een ijsbeentje, Lies. En niet zozeer dat het een acuut iets was dat je zegt van nou, we moeten hem van het veld dragen. Ik denk dat hij dat prima heeft gedaan, ondanks dat hij weinig misschien waarde had. Maar hij is wel belangrijk, desnoods zetten we hem bij de paal bij corners tegen, dat soort zaken. Ja, dat is nou eenmaal een gegeven. Ja, en het is ook wel jammer dat we daardoor niet meer verder konden wisselen met bijvoorbeeld Emilson. Kijk je naar de strafschoppenserie, ik denk dat we dat wel heel erg geconcentreerd hebben gedaan. Dus dat is ook heel erg positief. Goed genomen. En niet altijd de jongens die op het lijstje stonden, want die hadden we niet meer. Nou, en Joshua pakte 1 strafschop. Nou, dan mag je als club in de koker, heet het. Daar gaat het toch om? Ja, uiteindelijk wel. Maar niet te veel van dit soort bekerwedstrijden. Wij willen in het proces verder. En dan proberen we dus steeds stappen te maken. En nu hebben we eigenlijk meer tegen onszelf lopen voetballen. Hey, succes aan zondag. Ja, dankjewel.